Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pakken 5. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je op je computer Instagram foto's kan posten. Natuurlijk, als je misschien veel van jullie weten, kan het alleen maar op je mobiel. En zodra je op een website gaat van Instagram, kan het dus totaal gewoon niet. En ik laat jullie goed zien hoe je dat kan doen zonder programma's te downloaden of apps. En gewoon simpelweg op je browser naar Instagram kan uploaden. That's it! Dus als eerste wat je gaat doen is, je gaat naar Instagram toe, dus instagram.com. Maakt niet uit waar op een pagina, dat maakt echt helemaal niet uit. Wat je vervolgens gaat doen is, je gaat de rechtermuisknop op jouw pagina doen. En dan ga je op inspect drukken. Dus zodra je dat doet, krijg je dit ervoor. Als eerste zul je dus allemaal codes zien waarvan je denkt van, wat moet ik hiermee? En je hoeft hier helemaal niks mee. Wat je vervolgens gaat doen is, je drukt op toggle device toolbar. Dit icoontje hierbovenin. En zodra je dat doet, kom je hierin. Misschien zal jouw scherm net wat anders uitzien. Misschien zit hij op responsive of op een andere functie hierboven. Klik gewoon op het paaltje hier. Klik op iPhone X of een andere mobiel die je hier ziet. En zodra je dat doet, zie je dus Instagram zoals je zou zien op een apparaat. Zoals een iPhone of ander apparaat. Dan denk ik van, oké, dat is leuk. Maar ik zie nog steeds niet een functie dat ik foto's kan toevoegen. Nu komen we bij die stap. En dat is de pagina refreshen. Dus als je F5 drukt of even opnieuw naar instagram.com gaat. En dan zul je opeens zien een plusje. Very nice. En je klikt vervolgens op een plusje. Je zegt ik wil een foto. Dus laten we zeggen ik wil deze foto van mijn computer. Dat natuurlijk gewoon de foto pakken die jij leuk vindt op je computer. Openen. En dan kun je zelf, zoals op de Instagram app, kun je gewoon kiezen wat je wil. Wil je filters, dan kun je filters doen. En dan klik je gewoon volgende. Je kan gewoon tekst intikken. En wat nou ook. Dit rondje is trouwens de muis. Een beetje het idee waar je vingers zou wezen op een telefoon. En that's it. That's it. Heel makkelijk. Je hoeft geen programma's te downloaden. Geen geklooi ermee. Het is gewoon straightforward. Gewoon in je browser. En ja. Dat. Als je het handig vond, zou ik zeggen, laat even een like achter. Subscribe natuurlijk als je meer video's wil zien. Binnenkort komen er nieuwe video's, zoals waaronder deze boze speaker. Komt natuurlijk ook binnenkort op mijn kanaal, dus stay tuned for that. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Thanks for watching en goodbye.